Enkele partijen, waaronder GroenLinks Ede, dienden bij de laatste politieke dag Ede, op donderdag 3 juni, een zogeheten motie vreemd aan de agenda in. De indieners willen graag dat er onderzoek plaatsvindt naar speculatie op de Edese woningmarkt. De motie die gaat over, of die roept het college op om allerlei maatregelen en stimuleringsmaatregelen na te gaan. Welke we in zouden kunnen zetten voor starters en voor mensen met een, of gezinnen met een lager inkomen. Om toch op de een of andere manier een huis te kunnen kopen. Er komt nu een nieuwe wet aan die ook zeg maar bijvoorbeeld het speculatiebeding wat meer kracht wat kan bijzetten. Dus u wil eigenlijk een onderzoek hebben naar speculatie op de woningmarkt? Ja, dat is een gedeelte. En daarnaast dus kijken naar maatregelen van we hebben dus nu recent de koopgarant ingesteld. En kijken, ja, zijn er nog andere maatregelen waarmee we ook iets zouden kunnen doen voor deze doelgroep. Waarom alleen starters en startende gezinnen? Dat is in ieder geval een groep die heel duidelijk nu buiten de boot valt. Er zijn ook andere groepen die ook problemen hebben met de woning, met het vinden van een goede koopwoning. Dat klopt. Bijvoorbeeld senioren. Die hebben vaak al wel huisvesting. En het gaat nu echt toch wel om mensen die eigenlijk gewoon geen huisvesting kunnen krijgen. Dus al met al zegt u van nou ja, deze doelgroepen, daar moeten we echt extra aandacht voor hebben. Ja, zeker. Zeker. Maar dan rijst er maar gelijk een andere vraag. Ik kan me zo voorstellen dat de wethouder de woningmarkt wel een beetje in de gaten houdt. Waarom deze motie dan? Nou, hij houdt het juist ook in de gaten. En daarom is deze motie ook vooral bedoeld om hem daarin te ondersteunen. En ook om daadwerkelijk te kunnen gaan ingrijpen. En natuurlijk bij woningbouwspeculatie of bij woningspeculatie gaat het natuurlijk niet zozeer om iemand die toevallig een huis over heeft en dat via een redelijke prijs gaat verhuren. Maar dan gaat het natuurlijk om beleggers die massaal huizen opkopen, met name op appartementen, en die vervolgens weer heel duur gaan verhuren. Want dan krijg je gewoon een prijsopdrijvend effect. Mensen zijn gewoon veel meer kwijt voor woningen. Mensen komen niet meer in aanmerking om die woning te kopen, maar moeten vervolgens veel duurder gaan huren. Wil u met deze motie dan bereiken dat er meer inzicht komt? Ja, absoluut. Gebeurt dit veel in Ede? De grote steden weten we van dat dat echt heel veel voorkomt. En daar gaat men nu ook al maatregelen nemen. En wij willen ook weten in hoeverre komt het hier voor in Ede? En wat kunnen we nou precies hier goed tegen doen? En vooral als het kan, dan moeten we dat vooral ook doen. Het kostte wel moeite hè, om deze motie aangenomen te krijgen. Ja, het was een heel gedoe. Uiteindelijk is hij dus met een nipte minderheid aangenomen. We wilden nog een handreiking doen als indieners aan andere partijen om aan te kunnen sluiten. Maar ja, die wilden kennelijk uiteindelijk niet dat het alleen maar zou gaan om mensen met een laag inkomen, maar kennelijk ook om mensen met een groot inkomen. Maar ja, dat gaat eigenlijk nergens over, want bij mijn weten zijn er geen beleggers villa's aan het opkopen hier op de berg om vervolgens die heel erg duur te gaan verhuren. Hoopt u dat de wethouder gevolg geeft aan deze motie? Want ja, 20 tegen 19 is om het even. Ja, nou ja, ja, de meerderheid is de meerderheid. En ik hoop zeker dat de wethouder hier wat mee gaat doen. Want wij vinden dit gewoon heel belangrijk dat dit gebeurt. Wanneer hoopt u resultaten zien? Het liefst zo snel mogelijk, maar ik verwacht dat we na de zomer. In principe, de wethouder heeft al gezegd dat hij dit vrij snel dit soort cijfers op tafel moet kunnen brengen. En hopelijk kunnen we dan al bijvoorbeeld in het najaar kijken van wat voor pakket maatregelen zou voor Ede geschikt kunnen zijn. En als het niet in het najaar is, dan misschien in het voorjaar. Al met al, dit is een instrument die u wil gaan gebruiken om met de Raad in debat te gaan over de woningmarkt. Ja, absoluut. Wij zien dit echt als een mogelijkheid om echt paal en perk te kunnen stellen aan excessen op de woningmarkt.